Ja, nee. Kijk, daar buiten, dat zie je toch? Ja, nee, het is nacht, ja. Ik wilde slapen, ja. Dat klopt. Word ik weer wakker gebeld om een opdracht te doen. Oh, hallo iedereen. Ja, nee, het komt goed. Ik heb gezelschap. Nee, het komt goed. Nee, prima, prima. Doei. Potverdorie. Oh, ik wilde net gaan beginnen met slapen. Word ik weer wakker gebeld? Natuurlijk. Even mijn licht aan, zo. Oh, ik moet weer een vracht gaan doen. Maar oké, okay, hij zei van... Ja, het voordeel is dat je zelf mag bepalen wat voor vracht je mag doen. Ik denk, nou, holla die, supergezellig. Dan hoop ik op een kleine vracht, want ik wil naar bed. Ik ben moe en ik wil gewoon lekker uitrusten. Ik heb weekend en ja, goed. Maar jullie zijn er. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator voor 2022. Dit jaar natuurlijk weer lekker rijden met onze auto. En dan te bedenken dat ik niet zo ver hoef te rijden naar mijn vracht. Dat scheelt dan ook weer tijd natuurlijk. Maar ze zijn bezig met een gloednieuwe DLC. Ze gaan namelijk Heart of Russia introduceren. Dat ging helemaal goed. Verkeersbord ligt. Oh, dat was het verkeersbord. Ik ben echt nog niet wakker. Oh, jongens. Maar goed. Ja, nee, dat wordt een nieuwe DLC. Een van de grotere DLC's van het spel. Dat zegt ze eigenlijk bij elke DLC. Hè? Van, joh, dit wordt de grootste DLC ooit. En dan komen ze toch weer met een praatje van... Nou, Heart of Russia wordt een van de grootste steden die we ooit gaan maken in het spel. Dus het is toch maar de vraag hoe groot het allemaal wordt. Laten we kijken naar het vrachtencentrum vanuit Madrid. Eens even kijken. We hebben wandpanelen. Ja, die moeten helemaal daar... Oh, dat is veel te ver. Helemaal naar Italië. Dan hebben we deze. Die gaan naar beneden. Dat is te doen. Dat zijn gigantische IT-onderdelen. We hebben een high-tech apparaat. Een grote ronde schijf. En we hebben betonnen trappen. Die moeten helemaal naar boven. Ik denk dat wij... Ja, we kunnen deze zo doen. Maar dat gaat waarschijnlijk wel even duren. Want de vracht duurt ook tot donderdag. Deze ook tot donderdag. Ja, wat zullen we doen? Ik denk dat we voor deze gaan. We gaan voor een gigantisch IT-onderdeel. En dat komt hopelijk... Oh, dat komt goed, hopelijk. Oh jee. Het staat niet in het groen, hè? Zodra dat niet in het groen staat, weet ik niet of ik deze zware lading kan dragen. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Ze zijn het aan het inpakken. En hopelijk staat het veilig op mijn vrachtwagen. Dit is trouwens heel vet. Het zijn echt van die cinematic shots. Ik hoef helemaal niks te doen. Ik mocht gewoon lekker even ontspannen in mijn vrachtwagen zitten en wachten totdat ze klaar zijn. Maar als het goed is, zelfs een cameraman... Jeetje, en een presentatrice, noem maar op. Alles zit erbij. En ik hoop ontzettend dat ik dit ga halen. Dat ik zonder problemen deze grote, grote bak met... Ik weet niet wat er precies in zit, IT-onderdelen geloof ik. Dat ik dat allemaal kan vervoeren. Ik hoop van wel. Het zit strak op mijn vrachtwagen. En als ze goed is... Ja, kijk. Let extra op het volgende. Vermijd enig conflict met de begeleidingsvoertuigen en houd de vracht tussen hen. Ik heb dus ook weer een... Kijk, oh, dit wordt weer vet. Dit is lang geleden dat we dit hebben gedaan. Oh, shit. Gaat het lukken? Het gaat lukken. Oké, ik ben onderweg. Ik was even bang dat het niet ging lukken. Nou ja, het lukt sowieso wel, maar... Dat het heel traag ging en dat mijn vrachtwagen te slap of te zwak was om deze vracht te gaan halen. Of te kunnen tillen. Maar we gaan het allemaal meemaken. Als het goed is, word ik begeleid. En zo niet, dan heb ik een probleem. Want kijk hoe breed het is. Het is breder dan normaal, dus ik moet waarschijnlijk op 2 breed gaan rijden. Ja, kijk, daar zijn ze al. Mijn begeleidingsvoertuigen, die zetten de hele weg af. En dan kan ik rustig gaan rijden. Maar ik moet er wel voor zorgen dat ik in het midden van de weg blijf. Ik voel me echt een koning van de weg nu. Ik mag echt gewoon doen wat ik wil. En ik word begeleid door allemaal van die escortwagens. Nou, supergoed, supergoed. Maar nog even terugkomend op Heart of Russia. Dat wordt dus een enorme DLC. En natuurlijk weten we allemaal dat ze nog steeds bezig zijn met het maken van DLC-pakketten. En daar ben ik heel blij mee, want ja, nou ja, eigenlijk ook weer niet. En dan wil ik even melden waarom niet. Ik moet nog zoveel ontdekken van de map. Het is niet normaal. En er komen elke keer DLC's bij. Ja, dan kan je ook zeggen van Vincent... Ja, het is je eigen schuld. Ten eerste, je hebt misschien te weinig gespeeld. Dat kan. Ten tweede, je hoeft de DLC's niet te kopen. Dat kan ook. Maar je wilt het gewoon spelen. Want je bent enthousiast. Je speelt het spel al jaren. Dus als er iets uitkomt, dan wil je sowieso weer lekker... Gewoon lekker spelen in een nieuw gebied. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Omdat ik nog niet alles heb verkend... kan ik gewoon voor misschien de komende 100 uur...
in delen rijden, in plaatsen komen waar ik nog nooit ben geweest. Dus eigenlijk is bijna elke aflevering die ik speel of elke trip die ik maak in mijn vrachtwagen is iets nieuws. Is gewoon een nieuwe experience, is een nieuwe omgeving, is een nieuwe weg die ik nog niet heb gereden. Dus in principe heb ik continu een nieuw spel. Ondanks dat ik geen DLC heb gekocht en ondanks dat ik eigenlijk niks meer heb gedaan. Het is gewoon een te groot spel. En geloof me, als je dit helemaal 100% wil uitspelen, dan ben je echt minimaal 2.000 tot 4.000 uur bezig met dit spel. Wil ik dat? Ik weet het niet. Ik ben, geloof ik, al, nou ja, wat zal het zijn, 400 uur bezig. Pas je snelheid aan om ongelukken te voorkomen. Oké, we gaan langzamer rijden. We rijden wel op een nieuwe weg, maar het gaat goed komen. Ik denk dat ik wel op deze route kan rijden. Moet ik wel natuurlijk rekening houden met de zijkant, met de vangrail. Ook al gaat dat nu helemaal goed. Kijk eens, we hebben nog best wel een stukje over. Maar als ik zo achter deze bus rij, dan wordt het gewoon een kwestie van vooruit, rechts zo die gaat, snel wegje afrijden, naar de bestemming en klaar. En dan hoop ik dat het zonder problemen binnen 3 uur deze vracht geleverd kan worden. Het enige nadeel is natuurlijk, zoals je kan zien aan de snelheid, ik kan nooit een snelheidsboete krijgen. Althans, ik mag maar 60, zie ik nu ook. Maar ja, omdat ik in plaats van 60, ik ga normaal 120, nu ga ik 60, zal het ook wat langer duren voordat ik die 3 uur heb uitgereden. Maar het voordeel is, ik word weer goed beloond, want we gaan eens kijken naar onze vracht. Een gigantisch IT-onderdeel. Nou, ik weet niet of hier een router in zit of een computer, maar als hier een computeronderdeel in zit, dan wens ik de inwoners die dit hebben gekocht heel veel sterkte met het naar binnen brengen van deze computer. Het is in ieder geval, het levert 15.397 euro op. Ja, dat is ook best wel veel. En we worden verwacht tussen donderdag 5 voor 6 en tussen donderdag 5 voor 12. Eigenlijk valt het dan op een vrijdag bijna. Een vrijdag 5 voor 12. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Even verder kijken, hebben we nog wat informatie. Geen schade, gelukkig maar. Er zijn geen korte berichten, geen meldingen. Helemaal prima. En waarom ik weer een vracht doe in Spanje? Olé! Dat is met een soort van een reden, een goede reden. Ik rij hier veel te weinig. Als je kijkt op de map, dan zie je eigenlijk dat ik heel veel plaatsen nog niet heb verkend. Navia, Coruña, Bilbo, Porto. Al die plaatsen moet ik nog allemaal gaan verkennen. Omdat deze Spaanse DLC een van de nieuwste DLC-pakketten is van Eurotruck. Dus ja, weet je. En dan ben je wel bezig, maar dan is... Ik speel het spel niet elke week, hè. Ik speel het misschien 1 keer per 2 weken of 3 weken. Het kan ook zijn dat ik het 2 maanden niet aanraak. Het ligt er gewoon een beetje aan, weet je wel. Of ik zin heb om het spel op te starten. Of misschien een keer in een stream, dat kan ook. Of natuurlijk een nieuwe DLC die uitkomt. Dan speel ik het spel ook wat meer dan normaal. Maar over het algemeen heb ik natuurlijk heel veel andere games die ik speel. Maar dit spel is een spel wat ik eigenlijk nooit verwijder op mijn computer. Altijd staat het vast op mijn Steam, samen met American Truck Simulator. Maar jullie weten natuurlijk wel dat American Truck Simulator heb ik veel minder gespeeld. Ik geloof rond de 70 uur, als het die minder is. En dit spel rond de 250, 300 of zo, is op zich ook wel lang. Maar het kan natuurlijk wel extremer en meer zijn. Vooral als je natuurlijk online speelt en je gaat elke zondag een convoy houden met andere mensen. Dan kan ik me voorstellen dat dat natuurlijk ook verslavender is. Dan dat ik nu mijn uppie een video opneem. Vind ik trouwens ook heel leuk. Hè? Niet dat ik dat niet leuk vind. Dat zeg ik niet. Maar het kan nog leuker en indrukwekkender en verslavender zijn. Als je met een groepje mensen op een vaste zondag een convoy doet. Van ongeveer 3-4 uurtjes. Nou ja, als je dat elke week doet. Heb je toch, laten we zeggen, 16 uurtjes in de maand. Dat je het spel speelt. Nou ja, dat keer 10, keer 12. Nou, dan kom je al rond de 180 uur. Allemaal prima. 180 uur per jaar is ook niet heel veel. Dus kun je nagaan. Ja, je moet gewoon lekker veel spelen. Soms een paar uurtjes. Meerdere keren per week, zeg maar. En dan kom je wel aan jouw kilometertjes. Maar goed, nog 2,5 uur. Het gaat toch sneller dan ik dacht. Misschien dat de route zo berekend is. Omdat die natuurlijk, er zit een vergrendeling op een snelheid. 60 km per uur. Ik denk dat de route is berekend op de snelheid dat ik kan rijden. Wat ik maximaal kan rijden. Kijk, er worden ook mensen daar zo helemaal geblokkeerd. Allemaal voor mijn vracht. Ongelooflijk. Ik voel me ook echt, wat ik al zei, ik voel me echt een beetje de koning van de weg. En kijk eens even, de lucht klaart erop. Het is al bijna 5:30 in de ochtend. Dat betekent dat we ook het zonnetje zien opkomen. En dat is gewoon, dat is fijn. Vooral voor een land van Spanje. Het is nu lekker koel buiten. Dadelijk als het zonnetje gaat komen, dan krijgen we weer 30, 40 graden op ons hoofd. Maar dat geeft niet.
Het is ook een beetje vakantie. Het is vakantie en werk in één. Dus ik mag niet klagen over deze job. Ja, Heart of Russia. Ik zei het al eerder, hè. Een nieuwe DLC met... Ja, als zeg maar, dat is leuk. Als Euro Truck Simulator een update laat zien op Steam. Dat is echt lachwekkend. Nou ja, leuk en interessant. Maar ook een beetje lachwekkend. Dan delen zij echt zoveel foto's. Dat is niet normaal. Dan hebben ze een soort blogpost gemaakt. Er komt een rijstrookwijziging aan. Pas je snelheid aan om ongelukken te voorkomen. Oké, rustig aan. Als het goed is, gaan we hier naar rechts. Ja, helemaal dikke prima. Zo, het gaat goed. Maar waar was ik gebleven? Ja, dan hebben ze een blogpost. En dan plaatsen ze echt een hele lap met tekst. Maar vooral veel foto's. Echt als in veel foto's. Heel veel. En dat geeft niet. Dat is interessant. En dan staat eronder altijd work in progress. Foto's, work in progress. Dan weet je altijd van, het werk is nog niet voltooid. Het kan zijn dat het nog een beetje anders eruit gaat zien. Uiteindelijk als het gereleased wordt natuurlijk. Maar het is werk in progressie. Oftewel, ze zijn bezig met het ontwikkelen van de map. Ze zijn bezig met het mooi maken. Maar je zal ook nooit een foto zien waarin een landschap niet 100% is afgemaakt. Ze proberen altijd de kiekjes te schieten van de omgevingen die 100% of misschien 90%, maar kan je dat niet zo goed zien, dat die voor een groot gedeelte helemaal zijn, ja, gemaakt. En dat is jammer, want ik zou toch al een keer een soort van behind the scenes willen zien. Ik heb er trouwens ook nooit echt op gekeken. Maar het zou leuk zijn als ze een blogpost maken. Met dit, niet alleen maar de dingen die uitkomen en de dingen die af zijn. Maar ook gewoon van, hoe ziet die map editor eruit? En ik weet toevallig dat je dat gratis kan downloaden. Als ik het goed heb. Want er zijn mensen die mods maken. Er zijn mensen die hun eigen mappen maken. Ik had namelijk ooit een keer gevonden dat iemand Nederland had nagemaakt. En dan met name vooral... gericht op de hoofdstadjes. De hoofdsteden. Maar ja, vooral dat dan. Maar er zijn ook soms mensen die bijvoorbeeld alleen de focus leggen op Rotterdam. Hè, op Zuid-Holland. Dus dan heb je juist dat die map heel groot is. Maar dat ze juist de bekendere plaatsen van Zuid-Holland, dat ze die erin hebben gedaan. En ik weet dan niet of ze dat 100% hebben nagebouwd. Ik geloof niet dat ze dat doen, want dan moet je al die models maken. Dat kost ongelooflijk veel tijd en werk. En natuurlijk, het kost al heel veel werk om een map te maken. En vooral van zulke grote mappen, dat kost gewoon zoveel werk. Dus ja, ik verwacht niet dat een of andere gozer die misschien dat in zijn upje gaat doen, een complete map gaat maken. Het zou kunnen. En geloof me, volgens mij bestaat het ook. Maar ik weet niet of ze echt heel Nederland met de schaal op wat je hier ziet, dat dit Nederland zou zijn, dat ze dat zo zouden maken. Dat weet ik niet hoor. Maar ik weet wel dat het bestaat. Ik heb het ooit eens gezien. Dat iemand ook gewoon ja, een beetje Limburg en Noord-Brabant had. Ik geloof 3 of 4 plaatsen hadden ze gemaakt in Brabant. Maar in het origineel heb je natuurlijk helemaal geen plaats in Brabant. Je hebt Groningen uit mijn hoofd. Je hebt Rotterdam. En ik geloof dat was het toch? Ik geloof die 2 plaatsen. Ik ga nu kijken ook. Ik ben nieuwsgierig. Even kijken hoor. Rotterdam en Amsterdam. Amsterdam natuurlijk. Groningen, Amsterdam, Rotterdam. Dat is het enige. Nou ja, met 3 plaatsen voor een heel land. Dat is niet veel. Dus ik kan me ook voorstellen dat er dan mensen zijn die een mod maken. Die zeggen van, hey, 3 plaatsen. Het moeten verdomme 3 plaatsen per provincie zijn, niet per land. Nou ja, goed. En dan kan je dus een grotere map maken. Want ja, weet je, die Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Dat telt misschien maar, laten we zeggen, even bij wijze van spreken, misschien 40 straten. Dat is heel Nederland. En dan, ja, dat is niet heel veel. Maar ja, goed. Het is wel leuk. Nederland is ook klein, weet je wel. Dan hoef je ook niet heel veel plaatsen te maken. Hey, even kijken. See you that? See you that real? Ik weet niet eens of je het zo uitspreekt. Ik heb in ieder geval weer een nieuwe plaats verkend in de map. Dat betekent, dat is nog niet de plaats van de bestemming, dat ik dadelijk bij de volgende plaats aankom. En dat het nog ongeveer een uur rijden is. Een uur en een kwartier. Ik heb er zin in. Ik vind het... Rijdt nou ook achter mij die man dan? Even kijken hoor. Ja, er rijdt achter mij ook een busje. Oké, ik moet een beetje in de midden rijden. Zodat de mensen naast mij op dat... ja, dat mag. In principe mag dit gewoon. Een scoopauto. Dat was een lekkere Magnum met aardbeissmaak. Oh, ik krijg gelijk honger. Ik moet niet te veel naar vrachtwagenadvertenties kijken. Gewoon doelgericht naar het stuur of naar de hond. Ja, de hond is er nog steeds, hè. Tuurlijk. Ik ga niet zonder de hond weg. Toch, hondje? Hondje? Ja.
Oké, het hondje is er nog. Hij zegt niet veel. Hij blaft ook nooit. Hij is goed afgetraind. Er komt ook een grote bus hier. Zo'n coachbus. Heet dat een coach? Ik weet het niet. Ik weet dat in GTA heb je natuurlijk allemaal van die merken met auto's. En ik weet dat er in GTA 3, ik geloof GTA 3 had je een coach. Dat was dan een grote bus. Die grijze bus. En ik weet niet of in Vice City, ik zit nog helemaal ik ga het ineens naar GTA toe, het verhaal. Ik weet niet of in Vice City had je voor mij ook een bus. Ja, in San Andreas zal dat ook wel zo zijn. Maar ik kan me niet snel herinneren dat het in San Andreas zat. Ik geloof het wel. Ja. Nou, leuk. Leuke. Nou ja, auto's wil ik het niet noemen. Gewoon leuke bussen. Oké. Nou, we zijn nog steeds onderweg. We gaan 62 km per uur. We kunnen wel wat harder. Maar ik hou eigenlijk het gaspedaal continu ingedrukt. En ik geloof dat we wel eens te snel kunnen gaan. Want als we dadelijk... We gaan een klein beetje de berg af. Inkomen. Chauffeur Stella Z. Kijk eens even, een mooi inkomen van 7000. Dat gaat de goede kant op. Zolang ze maar ook levelen. Kijk, ik huur natuurlijk personeel in. Maar dat personeel moet ook levelen. Moet ook trainen in hun, ja, in hun vaardigheden. Als ze dat niet doen, dan blijven ze op een bepaald niveau steken. En dan verdienen ze ook niet veel geld. Zodra zij de vaardigheden omhoog gooien, net als ik in de game. Dan krijg je dus het punt dat je ook meer geld kan verdienen. Ja. En dat is leuk, want hoe meer geld er binnenkomt, hoe beter de zaken lopen, toch? We gaan niet naar rechts, want we kunnen ook niet anders. Het is daar afgesloten als je rechtdoor gaat. Dat is niet gemaakt door de ontwikkelaars. En we hebben daar een rotonde. Maar ik moet wel een beetje gas geven, anders kom ik die heuvel niet op. We hebben wel een aantal ton aan onderdelen. Even kijken, hoeveel ton is dit eigenlijk? 44 ton. Ik vervoer mijn schoonmoeder. Even kijken, we gaan even hier... Oh, die krat is beschadigd. Hoeveel is die beschadigd? Niks, gelukkig. De krat kan wel tegen een stootje. Dat is mooi, maar we moeten echt in het midden. Kijk ook die omgeving. Wauw. Dit is toch fantastisch om hier te rijden. Ook al kunnen we niet daar komen, we gaan toch een groot gedeelte van die stad ook zien. Hier rechtsaf. Cordoba? Rustig, Vince. Rustig. Oh, dit gaat niet goed komen. Die doos moet... Ja, kantelen. Oh, dit is spannender. Spannender dan het eten van de eerste springkaan ooit. Ik zou nooit een springkaan eten namelijk. Nee, zou ik een springkaan eten? Ik weet het niet. Ik heb gehoord dat het heel krokant is. En dat het smaakt naar een soort chips. Ja, maar ik geloof dat ze in zulke landen ook wel ja, van die insecten eten en zo. Oh, kijk dan. Dit is toch prachtig. Lekker toetertje bij me. Volgens mij zie ik ook zo'n standbeeld. Ja, ik moet in de midden rijden. Ik kan niet te veel naar rechts rijden. Want dan kom ik met mijn doos tegen die vangrail aan. Dus ik moet een beetje in de midden rijden. Dit is prachtig. Kijk ook die velden op de achtergrond. Hele mooie landschappen hier. Die heuvels. Het ziet er zo ongelooflijk goed uit. Kijk, en dan kan je auto parkeren daar zo als je wilt. En dan kan je lekker chillen. En dan kan je genieten van het uitzicht. En dan zijn we dadelijk in ja, je ziet het staan onder in de map. Puertoela. Hey, dat klonk nog best Spaans. Dat klonk best goed. Oké. We zijn er bijna. We moeten toch ongeveer een half uurtje rijden met deze enorme vracht. Ga ik hier in de midden? Nee. Ga ik hier tussen passen? Dat meen je niet. Wacht even. Dit gaat? Oké. Heel voorzichtig. Het gaat ook net, hè. Het gaat serieus ook net. Portolano. Het is Portolano. Ik zei het helemaal verkeerd net. Oh, dit is wel echt creepy. Ik moet echt in de midden blijven. En gewoon doorgassen. Niet te veel aan dingen denken. Wel aan dingen denken, anders gaat het niet goed. Zo, en rechtdoor. Ik kan hier rechts een soort van tanken. Het is een heel gezellig stationnetje. Ik zie ook al van die huisjes erbij staan. Kan ik naartoe gaan? Is niet de bedoeling. Ik bedoel, ik kan daar de heuvel af gaan racen. Ik moet ook de heuvel op. Daar wordt het waarschijnlijk heel krap. Laat ik gewoon even mijn escort volgen. Want dadelijk helpen mijn escortmannetjes mij niet meer. En dan zit ik serieus vast. Dan heb ik serieus de missie gefaald. Dus laat ik mij focussen op die bus voor me. En die bus achter me, die gaat zijn gang maar gewoon lekker. Ik ga gewoon lekker mijn ding doen. En als het goed is, wordt de... Ja, dan wordt het ook geblokkeerd. Kijk, die staat ook gewoon dwars op de weg. Oh, wat verschrikkelijk. Het is ook lekker rustig op de weg. Ik heb geen last van auto's. En ook niet van die coaches. Oké, wat gaan we doen? We gaan goed. Een grote bocht. Oeh, het is een trailerschade. Shit. Ik heb trailerschade gereden van 5%. Dat is minder. En 1% schade op mijn vrachtwagen. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, ik probeer mijn best te doen. En je best doen is niet altijd...
genoeg. Dat is gewoon zo. Het is ook een feit dat een koe meer scheidt dan een geit. Maar ja, dat hou je ook niet tegen. Nou, nog eventjes. Nog even, dan en nee. Dan komt het geld naar binnen. Hoppakee, hoppakee. 15.000, hè. Maar ik denk dat we nu een soort van boete hebben, omdat we schade hebben gereden. Dat we in plaats van 15.000 nog wat, dat we misschien 14.000 nog wat krijgen. Ik hoop natuurlijk meer, maar ja, ik verwacht eigenlijk een minimumloontje eigenlijk. Oké. Nou, we worden verwacht tussen donderdag 5 of eigenlijk vrijdag 5 voor 12. Dus nog wel op een donderdag geldt dat natuurlijk. En tussen, ja, weet ik veel. Ik ben in ieder geval op tijd. Dat is niet wat zeker is. Lekker gangetje ook. En dan de eerstvolgende gaan we rechtsaf. Ziet er ook weer heel goed uit. Maar wat voor IT-onderdeel hierin zit, niemand weet het. Echt niemand. Maar ik verwacht misschien een grote server, een database. Allemaal servers staan hierin. Dat zou best wel kunnen. Het staat echt niet aangegeven. Een gigantisch IT-onderdeel. Ja, lekker globaal. Oké, we gaan hier een bocht maken. Een beetje een brede bocht. Want ik moet natuurlijk door die poort heen. Zo. Ja, we blijven in het midden. Oh, dit gaat perfect. Dit gaat helemaal perfect. En Portolano ontdekt. Wat een mooie naam. We komen bij het volgende hekwerk. Dan gaan we gelijk kijken waar we dadelijk even onze vracht moeten gaan parkeren. Ik zie allemaal van die satellieten staan, ook rechts en links. Het kan zijn dat ik ook gewoon enorme satellieten achterin heb. Nou ja, IT-onderdelen, ik weet dat niet hoor. Ik durf het niet te zeggen. Oké, daar gaan we. In het midden blijven. Dit gaat helemaal de goede kant op. Ik kijk vooral in mijn spiegels, wat ik normaal niet doe. En dan gaan we hier zo eventjes netjes wachten tot de slagboom omhoog gaat. En recht zo die gaat. Zelfs de escort server staat hier ook links te wachten op mij. Jij houdt ook een mannetje tegen. Oh shit. Oh shit. Oké, wacht even. Dit gaat helemaal de mist in. Oké, zijn we er klaar voor? Een stukje rechtdoor. Ja. Ik kwam tegen dat rode hoekje aan. En dan hopen dat het nu gaat lukken. Ja. Ja. Oké, het is echt wel krappie hoor. Het is echt krappie. Maar het is in één keer gelukt. Helaas wel wat schade opgelopen, maar dat was gewoon een hele domme fout. Ik geef gewoon mijn hond de schuld. Die doet toch helemaal niks. Ik moet hem gewoon in de midden parkeren, serieus? Dat is wel chill. Gewoon lekker hier zo. Oké, en 3, 2, 1. En T. En we koppelen hem los. En dan zullen wij hopelijk genoeg XP krijgen. 1 van de 3, geen groot probleemprestatie. Kijk, jullie zien het niet in beeld, maar het is er wel. En de XP komt erbij bijna level... Nou ja, bijna, duurt nog best wel lang. Maar level 30 is wel in zicht. Kijk, we hebben toch nog 15.000 gekregen. Ondanks de schade heb ik geen soort van strafpunten gekregen. Dus dat is hartstikke mooi. De missie is voltooid. Ik ga bellen dat ik het goed heb gedaan en dat ik gewoon lekker weer door ga slapen, want ik ben helemaal uit mijn nachtritme. Nou, tot de volgende keer bij een nieuwe video van Euro Truck Simulator en tot snel. Ik bel eventjes. Doeg!